Hoofdstuk 34 van De reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 34. Vrijwillige politiedienst. Het is mij tot een vaste gewoonte geworden om zelfs aan mijn kleinste wandelingen een of andere bedoeling te geven. Voor ik mij uit mijn woning in Covent Garden op straat begeef, stel ik mij iets tot taak, en eenmaal op weg denk ik er nooit aan om daaraan iets te veranderen of om terug te keren, na die slechts gedeeltelijk te hebben volbracht. Daartoe zou ik evenmin kunnen besluiten, als om in gebreke te blijven bij enige afspraak die ik gemaakt mocht hebben. Zo had ik dan op zekere dag besloten naar Limehouse te gaan en begaf ik mij precies ten 12 uur op weg, ter stipte nakoming van de bepalingen die ik mijzelf had opgelegd. Bij zulke gelegenheden verbeeld ik mij dat ik een politieagent ben die uitgezonden is om toezicht over de straten te houden, en dan is er menige field die ik, maar altijd denkbeeldig, bij de kraag pak en van straat verwijder, en die ik u verzeker dat, als ik het in werkelijkheid doen kon, verder maar een heel klein beetje meer van Londen zien zou. Op die wandeling naar Limehouse viel mijn oog op 3 oude doortrapte vagebonden, die zich huiswaarts begaven. Ik wist heel goed waar zij woonden. Het was in de omtrek van Drury Lane, en het zou mij weinig moeite hebben gekost hen daar op te sporen, maar zij leefden er even rustig en ongestoord als ik in Covent Garden. Daaraan denkende kwam ik tot eene beschouwing die ik in mijn betrekking als denkbeeldig politiebeambte meende te moeten onderwerpen aan het oordeel van mijn chef, de hoofdcommissaris, die daarover wel het beste zal kunnen oordelen in het belang van het algemene welzijn. Hoe dikwerf, zo was de loop mijner gedachten, hoe dikwerf ben ik toch genoodzaakt geweest om in de rapporten der politie met die vaste onveranderlijke bewoordingen te moeten lezen hoe de agent, de achtbare magistraat, bericht had dat de medeplichtigen van de bewuste gevangene te huis behoorden in een straat of steeg, waarin niemand het waagde om door te dringen, hoe de achtbare magistraat bekend was met de slechte naam waarin die straat of steeg bekend stond, terwijl mij daarbij nog te binnen schoot dat het altijd dezelfde straat of steeg was waaromtrent zo ongunstig en zo dikwerf gerapporteerd werd, minstens toch wel iedere 14 dagen. Zou het nu niet raadzaam zijn, zo dacht ik verder, dat de hoofdcommissaris ieder politiedistrict in Londen gelastte om op te geven de namen van al die straten en stegen waarin niemand het waagde om door te dringen, en dat daarbij door die ambtenaar de volgende verklaring werd gedaan: als zulke straten en stegen werkelijk bestaan, dan is dit een bewijs dat de politie haar plicht niet in acht heeft genomen, en dan zal ik maatregelen nemen om de nalatigen te straffen. Als zij daarentegen niet in de werkelijkheid bestaan, doch dit de aangenomen benaming is, dan is het een bewijs dat die politie oogluikend de bedrevene misdaden toelaat, en dit euvel zal ik insgelijks ten strengste weten te straffen. Zou dat niet van goed gevolg wezen? Zouden die denkbeeldige,
of wezenlijke straten er tegen bestand zijn als zulk eene bedreiging met vaste hand werd uitgevoerd. Hoe is het mogelijk dat zulke rapporten zo herhaaldelijk onder onze ogen worden gebracht, dat zij even dagelijkse kost worden en even weinig belang meer inboezemen als de berichten over de monsterkruisbessen of dergelijke nieuwtjes? Hoe is het mogelijk dat in onze tijd, de eeuw van de stoom en het gas, de fotografie en de telegraaf, en met een zo uitgebreide en kostbare politie-inrichting, er in Londen nog spraak kan wezen van vrijplaatsen en schuilhoeken voor dieven als in de dagen der Stuarts? Als in alle takken van de regering zulk eene nalatigheid heerste, dan kregen wij binnen een paar jaar weer eene bezoeking van de pest en werden binnen een eeuw teruggevoerd tot de tijd van de druïden. Voortlopende, altijd in gepeins over deze beschouwingen, liep ik een klein, ellendig wezen omver, dat met blote voeten over de modderige stenen trippelde, met de ene hand zijn oude vodderige broek vasthoudende en met de andere in zijn verwarde haren woelende. Ik stond stil om het huilende kind op te helpen en was dadelijk daarop omringd door een ganse troep bedelende jongens en meisjes, schreeuwende, joelende en vechtende, de een al vuiler en schraalder dan de ander. Ik gaf het kind dat ik omver gelopen had enig geld, maar die wilde troep wierp zich op het schepseltje om zich daarvan meester te maken en begon met vernieuwde woede te vechten, te grijpen, te grabbelen, zodat ik geen oog kon houden op die woedende groep hoofden, armen, benen, vodden en vel, en onmogelijk kon bepalen wie ten laatste in het bezit van het geld gebleven was. Toen ik het kind opgeholpen had, was ik enigszins terzijde gegaan en dit woeste toneel had plaats tussen stapels planken en balken en andere afbraak van enige huizen in de nabijheid van Temple Bar. Opeens kwam daarachter een wezenlijke politieagent vandaan, bij wiens verschijning de huilende troep zich in allerijl in alle richtingen verspreidde, terwijl hij overal trachtte, nu hier, dan daar, er een te grijpen en te pakken, zonder er een in handen te kunnen krijgen. Toen de ganse troep verdwenen was, nam hij bedaard zijn hoed af, greep daaruit een zakdoek om er zijn verhit gelaat mee af te vegen, borg toen de doek weer in de hoed, zette de hoed op het hoofd, en dat alles met de zelfvoldoening van iemand die zich bewust is zijn plicht te hebben gedaan. En dat was ook het geval, want hij had immers zijn instructie gevolgd. Ik keek naar hem en ik keek naar die menigte van dooreen gemengde voetstappen in de modder daar voor mij, en ik dacht aan de indruksels van de voetstappen van een dier uit de voorwereld die de geologen op een rots meenden ontdekt te hebben. Als die modder daar voor mij, redeneerde ik bij mijzelf, opeens kon verstenen en verborgen blijven liggen tot over 10.000 jaar, dan zou het toch wel niet waarschijnlijk wezen dat het dan levende mensengeslacht, hoezeer ook ontwikkeld, maar zonder de hulp der overlevering, door deze of andere sporen zich een voorstelling zou kunnen maken van het bestaan eener beschaafde maatschappij die het kon toelaten dat in de straten der hoofdstad zulk een troep haveloze kinderen zonder toezicht bleef ronddolen. Eene maatschappij die zich desondanks durfde te beroemen op hare macht ter zee en te land, en die toch
die macht niet aanwendde tot redding en behoud dier kinderen. Ik liep daarop verder door, kwam bij Old Bailey, keek naar Newgate en vond dat de gevangenis er heel anders als gewoonlijk uitzag. Doch dat scheen die dag wel in de lucht te zitten, want hoe onberispelijk de verhoudingen van de Sint-Paulskerk ook wezen mogen, toen kwamen zij mij in het geheel niet bewonderenswaardig voor. Het kwam mij voor dat het kruis te zeer in de hoogte was geheven en te ver weg stond van de daarbij geplaatste gouden bal. Thans, mij oostwaarts begevende, liet ik Old Bailey en Smithfields achter mij liggen en maakte onderweg de opmerking hoe opvallend het is dat iedere buurt en straat als het ware zijn eigen karakter heeft en hoe het verschil daarvan zo erg in het oog springt, alsof er een bepaalde grensscheiding tussen hen bestaat. Old Bailey deed mij denken aan gevangenis en veroordeling, takkenbossen en brandstapels, het geeselen en het branden, de schandpaal en al die vreselijkheden die in vroegere dagen bestonden, maar die voorgoed verdwenen zijn, al zijn de mensen nog niet zo verbeterd dat zij nimmer strafbaar zijn. Verder kwam ik door verschillende straten, nu eens door één, geheel bewoond door bankiers en geldwisselaars, dan weder door een ander, waar alle winkels ten dienste der zeelui schenen bestemd te zijn, of waar niet dan kruidenierswinkels en drogisten te vinden waren, of enkel en alleen slagers, weer een ander waar manufacturiers en garen en bandwinkeltjes de overhand hadden, terwijl in de laatste al de artikelen die waren uitgestald zich daardoor onderscheiden, dat ieder voorzien was van de prijsopgave, die hier of daar op ene in het oogvallende wijze was aangebracht, en het scheen alsof de afwisselingen en de opvolgingen volgens een zekere regel en naar een vast plan waren vastgesteld. Zet een paar strepen bij de kerk van Houndsditch ver genoeg van elkaar om er een hondenhok tussen te zetten en dicht genoeg bijeen om er gemakkelijk overheen te kunnen springen. Een sprong niet verder dan die waarvan Scott verhaalt dat de voor schulden vervolgden door de poort van Canongate maakten om de schuilplaats van Holyrood te bereiken, van waar zij hunne schuldeisers uitdagend konden trotseren. Zet zulk een paar strepen en let eens op het verschillende karakter van de buurten en straten wederzijds. Ten westen van die strepen zullen de tafels of kasten die daar worden uitgestald van mahoniehout zijn, of ten minste mooi gepolitoerd. Ten oosten zijn die van grijnhout, licht besmeerd met een verfje, dat de kleur heeft van lippen pomade. Ten westen zullen de kadetjes en de krentenkoeken uit de winkel van de bakker u toelachen. Ten oosten zult ge niets zien dan grof brood, misschien voedzaam, maar zeker niet lekker. Het lag in mijn plan om langs de Whitechapelkerk en de suikerraffinaderijen te gaan, die grote gebouwen, vele verdiepingen hoog, die er uitzien of zij in nauwe familiebetrekking staan tot de Liverpoolse dokken. Ik ging daar rechts af, en juist toen ik de hoek omsloeg, kwam mij een gedaante tegen, die meer te huis behoort, in een gans andere streek van Londen, en daar dikwerf te zien is. Welke Londense wandelaar uit onze dagen herinnert zich niet de gedaante van die oude kromme vrouw, die door een ziekte van de ruggengraat bijna in tweeën gebogen, met het hoofd schuins over een harer armen
hangende, alsof ze kijken wilde naar het gewricht van haar hand. Wie kent haar niet met haar stok en haar doek en mand, zoals zij daar voortstrompelt, zonder ooit iets te kunnen zien dan de straatstenen, toch niet bedelende, zonder oponthoud, en toch zonder enig doel. Waar leeft ze van? Waar komt zij vandaan? Waar gaat zij heen? En waarvoor? Ik herinner mij de tijd dat haar gele armen niets anders leken dan been en perkament. Zij waren nu een beetje verbeterd, want er scheen zoiets of wat huid opgekomen te zijn. Het strand kan worden aangenomen als het hoofdpunt van waaruit zij zich in een kring van een halve mijl beweegt. Hoe komt zij nu daar, zo ver van verwijderd, en hoe zal zij daarheen terugkomen? Zou zij ooit zo ver geweest zijn? Zij is in deze buurt iets zeer vreemds. Ik merk dat aan de houding van een heel scherpzinnige hond, een lelijk basterdier met een zotte staart, die overal rondsnuffelt met gespitste oren en de staart in de hoogte, en die evenzeer als ik veel belang schijnt te stellen in de straten en buurten van zijn medeschepselen, als ik hen zo noemen mag. Na een poosje voor een spekslagerswinkel te hebben vertoefd, volgt de hond mijn voorbeeld en loopt langzaam oostwaarts door, met een verlangend gebaar zijn bek aflikkende, nog steeds onder de herinnering van zulk een overvloed van spek, tot het dier opeens dat samengevouwde bundeltje ziet. De hond is nog niet zo verwonderd op het zien van dat bundeltje, schoon hij zich daarover ook wel verbaast, dan wel door het feit dat zo'n bundeltje zich kan bewegen. Het dier blijft stilstaan, spitst de oren nog meer, besnuffelt het, loopt er toen rondom en begint te knorren en te blaffen, zodat ik er bang door werd. Het bundeltje vervolgt haar weg en komt nog dichter bij het dier, dat nu begint te blaffen en te huilen, de staart tussen de poten neemt en op het punt is om de vlucht te nemen, toen het bedenkt dat dit iets is wat voor een hond niet staat. Hij keert om en bekijkt opnieuw al snuffelende het wandelende bundeltje. Na enige weifeling meent hij ergens op een plekje daarvan zoiets van een gezicht te bespeuren, vast besloten het te wagen om dit nader te onderzoeken, nadat hij langzaam het bundeltje loopt er nog eens omheen, en toen hij bemerkt dat er wezenlijk een menselijke gedaante bestaat, daar waar hij nimmer verwacht iets menselijks te zullen vinden, begint het dier van afschrik hevig te keffen en vliegt weg naar de Oost-Indische dokken. De belangen van de firma waarvoor ik reis, gebroeders tot nut van het algemeen, vorderden nu mijn aandacht en herinnerde mij dat ik mij bevond dicht bij het spoorwegstation te Stepney. Ik verhaaste dus mijn tred om daar de weg over te steken en dan eens te gaan zien hoe het ging met mijn kleine ster in het oosten. Het kinderziekenhuis waaraan ik die naam gaf is in volle werking. Al de kribben zijn bezet. Een nieuw gezichtje tuurt uit het bedje waarin dat zieke kindje lag, dat voor altijd is ter rust gebracht. Sinds mijn vorig bezoek was er voor de inrichting veel belangstelling getoond, en het deed mij goed te zien welke massa poppen men gekregen had. Ik was benieuwd hoe Poedel daarover denken zou, en of hij veel notitie zou nemen van al die mooie figuurtjes die over de kribbetjes hingen met uitgespreide armen en allerlei fraaie pakjes.
Poedel had echter meer op met de kleine leiders. Poedel liep rond de kribbetjes als de assistent-chirurgijn en werd daarbij vergezeld door een andere hond, een zijner vriendjes, die altijd rondom hem liep en die hij als leerling scheen te hebben aangenomen. Poedel scheen er zeer op gesteld om mij te doen stilstaan bij een aardig klein meisje dat er zeer gezond uitzag, maar aan wie men om kanker in de knie het beentje had moeten afzetten. Poedeltje kwispelde met de staart tegen de beddensprei om mij te verstaan te geven dat het een zeer belangrijke operatie was, maar dat die goed was gelukt. De kleine zieke streelde Poedeltje op de kop en voegde mij toe: ik had zo'n last van dat beentje dat ik blij ben dat het er af is. Nooit heb ik een hond met een verstandiger uiterlijk gezien. Als Poedel toonde, toen een klein meisje haar mond opendeed om mij te laten kijken naar een belangrijke vergroting van de tong. Poedel sprong op de tafel om goed op de hoogte van de zaak te komen, bezag de tong, daarbij zijn eigene uit sympathie uit de bek stekende, met zoveel kommer, dat ik op het punt was de hand in mijn vestzakje te steken en hem een guinea te geven, gewikkeld in een papier. Weer op weg gegaan en bijna aan het eind van de taak die ik mij voor heden gesteld had, kwam ik bij de kerk van Limehouse, dicht bij de loodwitfabrieken. Ik herinnerde mij wat ik daarover had horen vertellen, en bij onderzoek en navraag bleek het mij dat het juist dezelfde fabrieken waren waarvan ik reeds melding gemaakt had in het verslag van mijn eerste bezoek aan het kinderziekenhuis van Oost-Londen. In het belang der firma waarvoor ik reizende ben, besloot ik ook die fabrieken te gaan bezichtigen. Ik werd ontvangen door twee zeer beschaafde heren, broeders en hun vader, deelgenoten in de zaak, die zich geheel bereid verklaarden om mij overal in de gebouwen rond te leiden. Het doel van die fabrieken is het fabriceren van loodwit uit ruw lood. Dit geschiet door ene chemische bewerking, waardoor het ruwe lood langzaam en geleidelijk ene verandering ondergaat. Het is interessant om die verschillende bewerkingen gade te slaan, zoals wanneer het lood, na een voorafgaande voorbereiding daartoe, gestopt wordt in potten, iedere pot buitendien voorzien van een hoeveelheid van een zekere oplossing van zuren, waarna al die potten in lagen van grote getalen voor een tijd van 10 weken of daaromtrent onder de run worden begraven. Wij klommen langs een menigte ladders, moesten over losse dunne planken lopen en klauteren en springen over stellaatjes en uitgestoken stokken, tot ik te moede werd of ik een metselaar of een vogel was, zodat ik niet meer wist waar ik eigenlijk op stond. Toen ik uit de hanenbalken naar beneden keek, met niets anders boven mij dan het pannendak, door welks reten het daglicht heen drong. Een aantal vrouwen liepen onophoudelijk van beneden naar boven tot in de hanenbalken, ieder beladen met één dier met loodgevulde potten die zij onder de run moesten neerzetten. Als er een laag met die potten vol was, dan werd die zorgvuldig bedekt met planken, waarover hun gestrooid werd en waarop een nieuwe laag geplaatst werd, terwijl voor de doorstroming der lucht gezorgd was door een aantal houten pijpen. Ik begaf mij naar de laag waar men toen mee bezig was
en schoon ik de hitte van de run bijna onverdraaglijk en de stank van het lood en de zuren vrij hinderlijk vond, kon ik toch niet aannemen dat het een of ander van schadelijke uitwerking zou zijn. In andere hanebalken, waar de potten weder werden opgegraven, was de hitte veel erger en de stank meer doordringend. Er waren hanebalken die geheel of half vol en anderen die gans leeg waren. Flinke, sterke vrouwen waren ijverig bezig daar in de hoogte tussen alles heen en weer te lopen, en het maakte op mij de indruk van een vliering in het huis van een of andere oude rijke Turk, wiens getrouwe harembewoonsters zijne schatten begroeven en verborgen, omdat hij het bezoek van een sultan of een pasja tegemoet zag. Zoals gewoonlijk bij alle omzettingen van harde zelfstandigheden tot een weke massa, zo is het ook bij het loodwit. Zij moeten daarvoor achtereenvolgens geroerd, gescheiden, gewassen, gemalen, gerold en geperst worden. Bij sommige van deze werkzaamheden bestaat er ontegenzeggelijk gevaar voor de gezondheid, hetzij door de inademing van looddeeltjes of door de aanraking van het lood, ofwel door beide omstandigheden tegelijk. Om die bezwaren te voorkomen, gaf men de werklieden goede respirators, heel eenvoudig gemaakt van flanel en neteldoek, die zonder veel kosten kunnen hernieuwd worden, en somwijlen met zuiver ruikende zeep worden uitgespoeld, en droegen zij zware handschoenen en wijde losse rokken. Overal was zoveel doenlijk door goed geplaatste luiken voor de nodige luchtverversing gezorgd. Ook nam men de zeer heilzame voorzorg om bij de gevaarlijkste bezigheden de vrouwen herhaaldelijk af te wisselen. Eene voorzorg waarvan eigen ondervinding hen had geleerd dat die zo nuttig werkte ter voorkoming van de nadelige gevolgen. Zij zagen er wonderlijk uit, de mond en de neus bedekt en gehuld in die wijde rokken, en daardoor kreeg de vergelijking met de Turk en zijn haren nog meer schijn van waarheid. Als nu ten laatste het lood genoegzaam gekweld is door al die verschillende verrichtingen van begraven en opgraven, verhitten en bekoelen, en door al dat roeren, afscheiden, wassen, malen, rollen en persen, dan wordt het opgevoerd tot eene ontzettende hitte. Een lange rij van vrouwen gekleed in het reeds beschrevene kostuum stond in een, om het zo eens te noemen, grote stenen bakkerij, waar zij de schotels met de baksels uit de handen der koks namen om die in de oven te zetten. De oven, of liever kachel, toen ongestookt, was zo hoog als een gewoon huisje en was vol met mannen en vrouwen die gedeeltelijk op stellages, gedeeltelijk op de vloer staande, elkaar de schotels aangaven en die in de oven schoven. De deur van een andere oven of kachel, die stond te bekoelen om daarna leeggedragen te worden, werd voor mij open gedaan om er een kijkje in te nemen, maar ik trok mij dadelijk terug met een gevoel alsof ik zou stikken door die verzengende hitte en die onuitstaanbare stank, om in die ovens te moeten gaan, als die zo pas open zijn gedaan, is zeker het bezwarendste van al die werkzaamheden. Ik ben echter tot de vaste overtuiging gekomen dat de eigenaars van deze fabriek zich er oprecht en eerlijk op toeleggen om het gevaar voor de werklui zoveel mogelijk te verminderen en te voorkomen. Voor de vrouwen is er een vertrek waar zij zich konden wassen.
mij dacht dat daar niet te veel handdoeken waren, en een kamer waar zij hunne kleren konden hangen en konden gaan schaften. Die kamer werd 's winters behoorlijk verwarmd, en daar bevond zich altijd eene vrouw om hen te helpen, doch die tevens had toe te zien dat niet eene van hen naliet om de handen te wassen voor zij aan hun maal beginnen. Een oppasser die de nodige geneeskundige kennis heeft, is belast met de zorg voor hen, en zodra men slechts enige tekens van loodvergiftiging opmerkt, worden zij met de meeste nauwlettendheid verpleegd. Toen ik in hun kamer kwam, zette men daar juist de trekpotten op tafel, daar het tijd was om thee te komen drinken, en het zag er daar zeer huiselijk uit. Vrouwen schijnen er beter tegen bestand te zijn dan mannen, en verreweg de meeste hunner zagen er sterk en bedrijvig uit. Toch kon ik niet nalaten op te merken dat er nogal onder hen waren die zich vrij grillig en eigenzinnig voordeden. Het schijnt dat de Amerikaanse vindingrijkheid ons er weldra toe brengen zal om het loodwit geheel machinaal te vervaardigen. Hoe eerder wij daartoe geraken, hoe beter het zijn zal. Intussen verliet ik mijn zo bereidwillige geleidster door de fabriek niet, dan na hen verzekerd te hebben dat ik niets gezien had wat beter geweest was om verborgen te blijven, nog veel minder iets waarvoor zij zich behoefden te schamen. Voor het overige geloof ik dat ter zake van de loodvergiftiging en van de loodwitwerkers geheel van toepassing is de wijsgerige beschouwing die de Ierse vrouw ten beste gaf toen zij mij die woorden toevoegde die ik reeds in een vorige schets heb aangehaald. Sommigen krijgen het dadelijk, andere eerst later, en enkele in het geheel niet, maar het hangt maar af van het gestel, meneer, en de een zijn gestel is zwak, meneer, en dat van een ander sterk. Hierna keerde ik van mijn wandeling terug en meende de mij voorgestelde taak te hebben vervuld. Einde van hoofdstuk 34. Hoofdstuk 35 van De reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35. Een pleidooi voor totale afschaffing. Op een zekere morgen in de laatste Pinksterweek kwam 's ochtends precies tegen 9 uren vlak voor het venster van mijn woning iemand het plein oprijden. Die persoon zat te paard in het ongerijmdste kostuum dat men zich bedenken kon. Hij droeg hoge laarzen, een broek die zeker voor een ander en wat langer persoon gemaakt was van een vaal gele kleur en die hem zat, of het een zak was, en een blauw hemd waarvan de slip of de zoom bovenuit die broek voor de dag kwam. Hij was zonder rok, maar getooid met een rode bandelier en een scharlaken rode half militaire hoed prijkende met een enkele veer, zodat hij voor de oningewijde veel had van een kaal geworden pluimbal. Ik legde de courant neer en bleef met verwondering kijken naar zulk een zonderling personage.
Ik kon het maar niet met mijzelve eens worden of hij had moeten dienen tot model voor een titelplaat van een nieuwe editie van de Sartor Resartus, dan wel voor generaal Garibaldi, op een theekopje voor een porseleinwinkel of voor de Guy Fawkes als een wassen beeldje, of dat het een jockey uit een circus was, of dat hij te huis hoorde te Bedlam. Intussen struikelde en gleed de ruiter gedurig over de gladde straatstenen, zeer tegen zijn genoegen en tot schrik van een aantal nieuwsgierige vrouwen, die belangstellend naar hem opkeken, maar dan gillend uiteenstoven, waardoor het paard op zijn beurt schrikte en zulke capriolen maakte, dat onze held zich zenuwachtig vasthield om niet over de kop van het paard geworpen te worden. Bij een van de ergste dier sprongen, toen het paard met zijn staart in een tabakswinkel was terechtgekomen, kwamen een paar eveneens uitgedoste personages hem gezelschap houden. Niet minder dan hij hadden deze twee met de gladde stenen te kampen, zodat het er veel van had, alsof het drietal zich op een glijbaan bevond. Eindelijk konden zij ertoe komen om een ogenblikje stilstaande te blijven, en daarvan maakten zij gebruik om met de rechterhand in noordelijke richting te wuiven, zo of zij dadelijk daarop het commando zouden laten volgen: op garde, val aan. Terstond daarop kwam er een muziekkorps voor de dag, waarmee zij zich verwijderden in de richting van de Surrey Hills. Ik maakte hieruit op dat zij de voorhoede waren van een optocht, die zeker in aantocht was. Ik gooide dus het raam open, stak mijn hoofd naar buiten en zag in de verte de stoet naderen. Ik merkte spoedig uit de opschriften van vlaggen en banieren dat het eene verzameling van afschaffers was. Een trein zo lang dat er wel een half uurtje zou nodig zijn eer die gepasseerd was. Er waren zeer vele vrouwen in die optocht, waarvan verscheidene kinderen droegen, die, hoe jong ook, reeds in hunne moederarmen met de daad bewezen dat zij zich geheel onthielden van alle bedwelmende dranken en de voorkeur gaven aan zuivere onvermengde melk. Over het geheel was het overigens niet onaardig om die stoet te bekijken, zoals het trouwens meestal een behagelijk schouwspel oplevert om op een mooie dag een menigte goed geklede personen ordelijk en welgemoed bijeen te zien. Al die vaandels, bandelieren, kransen en linten en het verdere klatergoud gaven zo'n vrolijk aanschijn, maar vooral ook de menigte bloemen, die dienen moesten als zoveel bewijzen van de weldadige invloed van het water. Het was vrij winderig, en dit was zeer merkbaar aan de vlaggen en banieren. Deze laatste werden omhoog gehouden door twee stokken, waaraan zij door koorden en lijnen waren vastgemaakt, zoals men van verscheidene boeken uit de vorige eeuw placht te zeggen, dat zij door verschillende handen geschreven waren, zo kan men van hen getuigen, dat zij door verschillende handen gedragen werden. De meeste indruk maakte op mij de angst die op de gezichten der dragers te lezen was. Soms hadden zij alle moeite om de stokken goed in balans te houden, en dan weer waren zij in de grootste bezorgdheid dat de banier als een vlieger
de lucht zou ingaan en zij met de lijnen in de hand zouden blijven staan, genoodzaakt om die voorzichtig in te palmen, evenals een visser die het net ophaalt. Soms werd ook een van die banieren erbarmelijk door de wind heen en weer gezweept en scheen er lust toe te gevoelen om zich op de onbehoorlijkste wijze te gaan gedragen. Dat gebeurde meest met de grootste en prachtigste, die prijkten met de afbeelding van een heer, deftig in het zwart gekleed, dik en welgedaan door een overvloedig gebruik van thee en water, die zich met prijzenswaardige ijver toelegde om een huisgezin te bekeren dat geheel verzwakt en vermagerd was door dat heilloze bierdrinken. De deftige heer in het zwart, opgeblazen door de wind, scheen dan opeens zeer wuft en bewegelijk te worden, terwijl het zo ongelukkig aan het bierverslaafde huisgezin alle moeite scheen te doen om zich aan zijn invloed te onttrekken. Onder de opschriften kwamen er voor die van een zeer beslissende toon waren, bijvoorbeeld: nooit of nimmer zullen wij de vaan der afschaffing verlaten, en dergelijke betuigingen die ons herinneren aan de verklaring van mevrouw Micawber: nooit, nee nooit, zal ik meneer Micawber verlaten, en aan het antwoord dat die heer daarop aan haar gaf: waarlijk, lieve, ik weet niet dat ooit iemand van u gevergd heeft dat ge zoiets doen zoudt. Zo, nu en dan kwam er echter iets droefgeestigs over de ganse optocht, dat ik in het eerst volstrekt niet wist waaraan toe te schrijven, maar spoedig bemerkte ik dat dit in verband stond met enige open rijtuigen die hier en daar tussen de deelhebbers van de stoet waren geplaatst. Daarin toch zaten de commissarissen, de directeuren, de officiële tolken van de afschaffers, wier aanspraken en redevoeringen de leden van de optocht veroordeeld waren om straks te moeten aanhoren. Zo dikwerf een van de rijtuigen kwam aanrollen, was het of men overvallen werd door een gevoel van kou en vochtigheid, zoals bij een hoop natte lakens, en ik zag hoe zij, die er vlak achteraan kwamen, daardoor nog veel erger werden aangedaan dan die er voorliepen, want die waren welstaanshalve wel genoodzaakt om hunne blikken te wenden naar die zwaarwichtige heren, die daar zo'n deftige houding aannamen, met samengevouwen armen, neerbuigende vriendelijkheid, echter hen steeds bedreigende met een dier onuitputtelijke toespraken. Ik geloof dat sommige dier ongelukkige slachtoffers van die waterlievende veelbespraaktheid zo verbitterd werden op hunne pijnigers, dat zij veel lust begonnen te gevoelen om hen uit de rijtuigen te sleuren, en ik geef dus die heren redenaars in bedenking om in het vervolg zich naar het toneel hunner welsprekendheid te laten overbrengen in behoorlijk dicht geslotene rijtuigen. De stoet was samengesteld uit verschillende kleine groepjes, ieder afkomstig uit verschillende Londense wijken. Een soort van allegorische voorstelling was blijkbaar de bedoeling geweest van de vertegenwoordigers van Peckham. Tenminste meende ik dit te moeten opmaken uit hun fladderende banier, waarin te lezen stond: de reddingsboot van Peckham. Nu volgde er wel geen boot, maar toch de wakkere bemanning in passend zeemanskostuum. Peckham is,
volgens de aardrijkskundige leerboeken, gelegen in het binnenland, met geen ander water in de buurt dan het kanaal van Surrex, en met geen ander strand dan het jaagpad langs dat kanaal. En voor zover ik weet, bestaat er op die stormachtige kust geen reddingsstation. Daaruit besluit ik dus dat Peckham ene zinbeeldige toespeling heeft willen maken, en ik bewonderde de dichterlijke schepping van de Peckhammers, die een ganse streek uit het binnenland zo opeens wisten te verplaatsen naar de kust. Ik heb reeds gezegd dat over het geheel genomen het niet onaardig was om de stoet te overzien. Ik gebruikte met opzet die beperkte uitdrukking, en ik zal daarvan reden geven, daar dit ook enigszins in verband staat met het opschrift van dit artikel in het bijzonder en met de afschaffing in het algemeen. Er waren in de optocht vele personen te voet en andere in allerlei voertuigen. De eerste waren niet onaardig om te zien, de laatste zeer onaardig, want nooit in mijn leven heb ik bij enige gelegenheid gezien dat zo schandelijk misbruik gemaakt werd van de arme paarden, als hier het geval was. Men zal het toch wel niet anders als ten hoogste ongepast, ja gruwelijk wreed vinden om een enkel paard te spannen voor een zware wagen, overladen door 10 tot 20 personen, van de kleinste, zowel als van de sterkste paarden, werd meestal zo overmatig veel geëist, dat zeker menig geval is voorgekomen bij de maatschappij tot dierenbescherming, dat minder strafbaar was. Nu ben ik daarenboven steeds van mening geweest, dat van vele zaken het gebruik niet ongeoorloofd is, mits het niet in misbruik overgaat. En daarom acht ik het streven van de totale afschaffers ongerijmd en onzedelijk, maar het zien van die optocht bracht mij tot een geheel ander gevoelen, want er waren zovelen in die stoet, voor wie het onmogelijk scheen een paard te gebruiken, zonder het te misbruiken, dat ik daardoor tot het besluit moest komen, dat er geen andere remedie tegen die kwaal bestond, dan eene totale onthouding van paardenvlees. Ik volg hierin geheel het voorbeeld van de afschaffers, die het evenmin toestaan, dat men een half glas als wel een hele fles bier drinkt. En daarom wens ik het verbod uit te strekken, zowel tot een hitje als tot een tarrepaard, en mijn verbod zou veel meer gegrond zijn dan dat der afschaffers, want de hit en het karrepaard leden beiden even zwaar onder het misbruik. Daar is dus geen andere uitredding dan een streng verbod van het gebruik van paardenvlees. Hiertoe zullen alle deelnemers van dergelijke optochten, met uitzondering van de voetgangers, zich schriftelijk moeten verbinden, waartoe voor hen gelegenheid zal bestaan bij de redactie van het weekblad All the Year Round op de 1 april 1870. Maar er is een ander bezwaar. Er waren in die trein ook nog een menigte lui in karren, boerenwagens en sjezen, zowel als in koetsen of plezierrijtuigen, die hunne paarden volstrekt niet kwelden of boven hun kracht belast hadden. Hoe nu te doen met die lieden, die zich niet aan dit misbruik schuldig gemaakt hadden? Ik zal hierin het voorbeeld niet volgen van de afschaffers, die, als hier spraak was van drank in plaats van paarden, zeker volgens gewoonte in hunne traktaatjes en bij hunne toespraken niet zouden nalaten
om hen te vernederen en verachtelijk te maken. Maar ik vraag nog eens, hoe moet er jegens hen gehandeld worden? Er is maar één antwoord op die vraag mogelijk, geheel in overeenstemming met de grondbeginselen van de voorstanders der totale afschaffing, moesten ook zij verplicht worden om zich te verbinden tot de gehele onthouding van paardenvlees. Niet omdat zij voor zichzelf een misbruik gemaakt hebben van iets dat in alle eeuwen, in alle landen is gebruikt geworden, maar omdat anderen zich daaraan hebben schuldig gemaakt. Volgens de redeneringen van de afschaffers is het niet tegen te spreken dat het mindere het meerdere insluit, het schuldige het onschuldige, zoals de blinde de ziende, de dove de horende, de stomme de sprekende, en dus ook de dronkaard de matige. Zo nu een van die gematigde gebruikers van paarden of van drank menen mocht dat door dergelijke logica aan hunne rede en hun verstand geweld wordt aangedaan, dan nodig ik hen uit om in een volgende Pinksterweek op mijn kamer te komen en vandaar uit het venster de op. Hoofdstuk 36 Van de reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 36 De Field. Ik heb erg tegen de tegenwoordig vrij algemeen aangenomene gewoonte om de zaken niet bij de ware naam te noemen, maar alles te vergoeilijken of te verzachten. Ik blijf een field noemen, zoals aan het hoofd van dit opstel, en ik heb geen lust om van hem te spreken als van een ruw mens. Doch houd vol dat men maar al te zeer genegen is om fielten en fielterij te dulden en te verschonen. Ik houd het ervoor dat een echte fielt, zoals er zoveel in de straten van onze grote steden rondlopen, die het erop toelegt om mij lastig te vallen of mij te beroven en zelfs mijn leven te bedreigen, als ik rustig mij naar mijn bezigheden wil begeven, niets anders kent en bedoelt dan fielterij en gemene streken. Juist daarom meen ik dat de regering, onder welks bestuur ik het voorrecht en de eer en het geluk heb van te leven, te kort schiet in een van hare eerste verplichtingen door mij niet genoeg te beschermen tegen het gevaar voor dergelijke fielterijen. Las ik niet nog slechts kort geleden in de Londense dagbladen dat het eindelijk de politie was mogen gelokken om in handen te krijgen twee leden van die beruchte bende die reeds zo lang Waterloo Road onveilig had gemaakt? Bewonderenswaardige daad. Waterloo Road is een zeer lange, brede, rechte straat, zeker wel een halve mijl in uitgestrektheid, verlicht door een tal van gaslantaarns, vol met winkels, een straat waarin een spoorwegstation is gelegen, dat eveneens uitmuntend verlicht wordt, een straat waarop twee andere dwars uitlopen, dat ook zeer drukke straten zijn, een straat
die op zichzelf de grote verkeersweg naar het zuiden van Londen is, en in zulk een straat is het aan de ijverige pogingen der bewonderenswaardige politie mogen gelukken om twee fielten in handen te krijgen van eene ganse bende, die sinds lang dat donkere en eenzame plekje verontrust heeft. Zou één enkel persoon goed bekend met de plaatselijke gesteldheid van Londen en gesteund door de arm der wet niet bij machte geweest zijn om de hele troep binnen één week op te pakken? Het is door die toegevendheid en verschoning van de zijde der overheidspersonen en van de politie dat wij het te danken hebben dat de fielten niet alleen in aantal toenemen, maar hoe langer, hoe brutaler worden. Is het niet of zij worden beschermd en opgefokt, zoals men patrijzen doet? Waarom laat men een bekende dief en fielt ooit weer in vrijheid? Hij zal zijn vrijheid nooit anders gebruiken dan om opnieuw op geweldenarij en diefstal uit te gaan. Hij heeft nooit gewerkt dan in de gevangenis, en buiten de gevangenis zal hij nooit aan werken denken. Als een bekende en erkende dief heeft men immer macht om hem voor 3 maanden in de gevangenis te zetten, en als hij eruit komt, is hij toch evenzeer een erkende dief als toen hij er binnengebracht werd. Laat hem er dus blijven. Gerechte hemel, zullen de leden van de maatschappij tot bescherming van ontslagene fielten uitroepen. Dat zou gelijk staan met levenslange gevangenisstraf. Dat zou het ook, en juist daarom ben ik er zo voor. Ik zou willen dat geen fielt, nog mij, nog een ander meer in de weg zou kunnen lopen. Ik zou willen dat iedere fielt verplicht werd om te werken, hout te hakken en water te halen ten algemene nutte, in stede van op zijne medeburgers te hakken en de horloges uit hunne zakken te halen. Als dat onredelijke wensen genoemd kunnen worden, dan is de eis van de ontvanger dat ik mijn belastingen zal betalen nog veel onredelijker en mag wel bestempeld worden als afzetterij en onrechtvaardigheid. Ik beschouw de dief en de fielt als dezelfde soort van wezens. Ik doe dit omdat ik weet dat zij beiden hetzelfde karakter droegen, en de politie weet dit even goed als ik. Wat de overheid betreft, die weet gewoonlijk niets meer dan wat de politie haar verkiest mede te delen. Daar is een klasse van mensen, die wel geen dieven zijn, maar toch gewoonlijk ongeregeld en woest in hunne levenswijs, zoals polderwerkers, steenbakkers, houtzagers en dergelijke. Maar hoe ongeregeld en woelziek zij mogen wezen, zij zijn dat alleen onder elkander, en zij zijn in alle gevallen werkzaam en niet nutteloos. Zij werken van de ochtend tot de avond, en zij werken hard. Maar de echte fielt, het achtbare lid van hetgeen men thans gelieft te noemen de ruwere klassen, is of een dief of diefjesmaat. Als hij zondags, 's avonds, bij het uitgaan der kerk, op schandelijke manier vrouwen lastig valt, waarvoor ik hem graag ene scherpe kastijding zou laten toedienen, dan doet hij zulks niet ter voldoening van natuurlijke driften, maar in de hoop van daardoor een standje te zullen veroorzaken, waarbij hij of zijne vrienden enig voordeel zullen verkrijgen door diefstal of zakkenrollen. Als hij een politieagent ten onder kan krijgen
en die man wellicht voor zijn leven lang ongelukkig maakt, dan is het uit wraak dat die man zijn plicht vervulde door hem voor de rechter te brengen. Als hij in een kroeg aan het vechten raakt en de een een oog uitstoot of een ander het oor afbijt, dan doet hij dit omdat zij, die hij zo toetakelde, eens als getuigen tegen hem zijn opgekomen. Als hij met een troep van zijn kameraden mij dwars in de weg komt, bijvoorbeeld op zo'n eenzame, afgelegene plek als Waterloo Road, zingende en met het hoofd in de lucht, dan azen zij in hunne voorgewende vrolijkheid, of op mijn beurs, of op mijn borstspeld. Waar een field is, daar is een dief, waar een dief is, daar is een field. Als ik nu, wiens roeping het niet is, om op al dat gespuis te passen, met dit alles bekend ben, en er mede bekend geworden ben, alleen door opmerkzaamheid en eigen ondervinding, als ik weet hoe een field nooit in de straat ene dame tegen het lijf loopt, of iemand de hoed van het hoofd slaat, dan met het doel dat een dief daarvan partij zal trekken, is het dan te verwonderen dat ik verg dat zij, wie roeping het wel is, en die ervoor betaald worden, ervoor zorgen zullen dat dit alles voorkomen worden. Kijk eens naar dat troepje, daar ginds, op de hoek van die straat. Nommer 1 is een haveloze kerel van ongeveer 25 jaar, met een pak, slecht van kleur en slecht van geur, een ruwe broek, een buis vol vetvlekken, de das als een touwtje om de hals gedraaid, een vuil vaal gezicht met de smerige muts dicht over de zware wenkbrauwen getrokken om zijn haar te verbergen, dat men hem in de gevangenis kort heeft geknipt. Hij houdt de handen in zijn zakken. Als hij niets doet, dan steekt hij die in zijn eigen zakken, en als hij iets doet, dan steekt hij die in een andermans zakken, want zij zijn niet gewoon om te werken, schoon zij heel wat hebben uitgevoerd. Vandaar dat iedere keer dat hij de hand uit de zak haalt om daarmee over zijn gezicht te wrijven, iets dat hij tamelijk dikwerf doen moet, want hij heeft slechte ogen en is altijd verkouden in het hoofd, hij zich haast om die er weer in te steken. Nummer 2 is een dikke, zware, woeste kerel van 35 jaar, met een grote stevige hoed op het hoofd. In zijn kleding heeft hij veel van een najager van kermissen en paardenmarkten. Hij draagt een knevel en een opvallende borstspeld, daar hij met de rechterhand steeds langs strijkt. Zijn ogen zijn onbeschoft en brutaal, zijn schouders lomp en breed, en zijn laarzen zo zwaar, zo hoekig en zo puntig, of ze ervoor gemaakt zijn om te trappen en te schoppen. Nummer 3, met een bleek doorgelaat, is 40 jaar, kort, dik, sterk en krom van benen. Hij draagt een opgeschorte broek en witte kousen, een vest met lange mouwen, een heel grote das, 2 of 3 maal om zijn hals geslagen en een witte gedeukte hoed. Die vent ziet eruit als een veroordeelde postiljon uit vroegere dagen, die van de galg is afgesneden en door een of andere duivelse bewerking weer in het leven is gebracht. Nummer 5, 6 en 7 zijn vervallene, luie en gluipende figuren, sjovel en schraal in de kleren, te lang van mouwen en te kort van broek, ellendig gekleed en ellendig van taal, afschuwelijk van uiterlijk en innerlijk. Het is hen allen
aan te zien door een trek om den mond en iets loensch in het oog dat zij even groote twistzoekers als lafaards zijn, en dat is ook juist hun karakter, want zij zijn van zulk een gluiperige, kruipende aard dat zij liever op de grond liggen te trappen en te schoppen dan dat zij zouden trachten zich moedig staande te verweren. Ten bewijze daarvan kunnen dienen de nog zo verse sporen van slik op de ruggen van nummer 5, 6 en 7 in tegenoverstelling van de oude verdroogde plekken op hunne knieën. Een politieagent staat naar dat lieve groepje te kijken. Het politiebureau waartoe hij behoort is kort in de buurt. Die kerels daar kunnen niet voorgeven dat zij arbeiders zijn, zelfs geen sjouwers of kruiers. Het zou ook te dwaas zijn zo ze dit deden, want hij kent hen en zij weten dat hij hen kent als niets anders dan dieven en fielten van beroep. Hij weet waar zij wonen, met welke bijnamen zij onder elkaar bekend zijn, hoe dikwerf, hoe lang en waarvoor zij in de gevangenis gezeten hebben. Dat alles is ook aan zijn bureau bekend, en tevens, ten minste, dit behoort zo aan het hoofdbureau. Maar weet hij of zijn bureau, of het hoofdbureau, of iemand anders, mij nu ook te zeggen waarom die kerels daar in vrijheid worden gelaten, terwijl desnodig een heel korps politieagenten zou kunnen getuigen dat het een troep erkende dieven is, die achter slot en grendel moesten genoodzaakt worden om hard te werken. Nee, hij nog iemand anders kan het, en het zou al een wijs man moeten wezen die dit kon. Hij weet alleen dat zij behoren tot die beruchte bende die volgens de rapporten van het politiebureau zo lang onveilig maakten, die akelige eenzame streek van Waterloo Road, uit welks ontoegankelijke bochten en wendingen het der politie eindelijk is mogen gelukken twee van de booswichten in handen te krijgen, tot geruststelling en onuitsprekelijke verwondering van alle goede eerzame burgers. Wij zijn al gewoon geraakt aan die beschouwende gewoonten van de uitvoerende macht, gewoonten die meer zouden passen bij een kluizenaar dan bij een politieagent. De Field is van de politie als het ware een zelfstandig deel geworden. Onder de verzachtende naam van de ruwere klasse wordt al zijn doen en laten opgetekend, of hij alleen dan wel met meerderen was, of hij goed of kwaad geluimd was, goed geslaagd in zijn pogingen, of dat de fortuin hem tegenliep, of hij bloeddorstig en ruwgezind was, dan wel of hij met eene liefdelijke bezorgdheid voor lijf en leven zijn handwerk had uitgeoefend. Dat alles wordt zo nauwkeurig opgetekend of het staatszaken waren. Is er in gans Europa, uitgezonderd Engeland, ergens een stad te vinden waar zo gehandeld wordt met die pestbuilen der maatschappij, of waar in deze dagen zo herhaaldelijk persoonlijke aanslagen worden gepleegd als in Londen? Het onderwijs ter opleiding van jonge Fielten is op een geheel eigenaardige wijs ingericht. De jonge Londense Fielten, die nog niet tot dieven zijn gepromoveerd, maar eerst al de examens voor de verschillende graden voor de rechtbanken en gerechtshoven moeten doorlopen, kwellen de rustige burgers op ongelofelijke wijs. Zij oefenen zich in de straten met het gooien van stenen op de gevaarlijkste en vernielendste manier,
en wij hebben geen andere politie om ons daartegen te beschermen dan onze wandelstokken of onze karwatsen, waarvan ik dan ook geregeld gebruik maak. Het gooien met stenen naar de voorbijvliegende treinen, een wandaad zo brooddronken dat men die wel duivelachtig mag noemen, is voor hen zulk een gewone bezigheid dat de directieën der spoorwegmaatschappijen genoodzaakt zijn geworden om er de aandacht van de politie op te vestigen. Voor dat beklag vergenoegde de politie zich om oude gewoonte daaraan hare stille beschouwing te wijden. In de laatste maanden is het onder die veelbelovende Londense jongelingschap, die tot de betrekking van fielten en dieven wordt opgeleid, mode geworden om grappig uit te roepen, dat is voor mij, en dan een ruk en een greep te doen naar de kleren van eene dame die hen voorbij loopt. Ik heb gezien hoe op klaarlichte dag in een drukke straat door zo'n aardigheid de voile van eene dame kort en klein werd gescheurd, en ik zelf heb eens het genoegen gesmaakt op Westminster Bridge jacht te maken op een andere jonge Field, die op een zomeravond, toen het nog eventjes helder licht was, een aardig jong vrouwtje, dat rustig voor mij uitliep, zo hevig had doen ontstellen door de schandelijke manier waarop hij haar beetpakte, dat zij door schrik en verontwaardiging op het punt was van in zwijm te vallen. Carlyle heeft onlangs een aardig kluchtig schetsje gegeven van hetgeen hij zelf van die straatvagebonden ondervonden had, maar ik moet verklaren dat ik die Fielten dikwerf aan het werk heb gezien, juist zoals de heer Carlyle hen beschrijft, doch dat ik er nooit een heb ontmoet die zich liet beteugelen. Een ander schandaal dat door die Fielten veroorzaakt wordt en evenzeer een gevolg is van die stille, lijdzame bescherming van een politie, zoals er in geen ander land ter wereld bestaat, behalve in ons gezegend Engeland, is het uitschreeuwen van de walgelijkste en gemeenste taal in alle straten en op alle publieke plaatsen, inzonderheid die, welke tot uitspanningen en vermakelijkheden bestemd zijn. Jaren geleden deed ik hiervan zelf de treurige ondervinding op, toen enige kinderen, op wie ik zeer was gesteld, om lucht en beweging te genieten, met de dienstboden naar Regent's Park werden gezonden. En ik daar zulke afschuwelijke en schandelijke woorden hoorde, dat ik mij verplicht rekende om er het publiek attent op te maken en evenzeer op de lijdelijke houding van de politieagenten. Toen ik kort daarop de politieverordeningen doorbladerde, ontdekte ik dat zoiets wel degelijk strafbaar was, en ik nam mij stellig voor om, als mij ooit weder zoiets overkwam, dit bij de politie aan te geven. Spoedig genoeg vond ik daartoe gereede aanleiding door het volgende voorval. De schuldige was een meisje van 17 of 18 jaar, dat langs de straat liep, vergezeld door een troep gemene kerels, jongens en kinderen. Niet tegenstaande zij van ene Ierse begrafenis kwam, weerhield zij zich niet om al dansende en zingende voor te lopen. Zij wendde zich tot mij en sprak mij luid en hard aan, tot groot vermaak van de haar omringende menigte. Ik ging naar de andere zijde van de straat en liep een heel eind ver naast dat bekoorlijke gezelschap, tot ik eindelijk een politieagent tegenkwam. Zij hadden zich allen, ten mijne koste, zeer vrolijk gemaakt, maar toen de heren bemerkten dat ik met de agent sprak, kozen zij het hazenpad en lieten het meisje
aan haar lot over. Ik vroeg de agent of hij wist hoe dat meisje heette. Ja, dat wist hij. Neem haar dan in verzekerde bewaring op mijn beschuldiging van op de publieke straat onzedelijke woorden te hebben geuit. Hij had nimmer van zulk een beschuldiging gehoord, maar ik wel. Hij kon vertrouwen op mijn verzekering dat hij daardoor niet in ongelegenheid zou geraken. Nu, meneer, dan zal ik haar in bewaring nemen, maar op uw verantwoordelijkheid. Toen ging hij met het meisje naar het politiebureau en ik naar huis om de politieverordeningen nog eens na te pluizen. Gewapend met dit kostbare document maakte ik mij figuurlijk en letterlijk gereed tot de aanval en begaf mij naar de commissaris van politie. Ik werd ontvangen door een zeer scherpzinnig inspecteur. Alle inspecteurs schijnen die hoedanigheid te bezitten, die echter evenmin als de agent met die strafbepaling bekend was en die er nooit van gehoord had. Ik toonde hem wat daarover in de verordening stond en wij lazen tezamen die artikelen nog eens na. Die waren duidelijk genoeg en hij verzocht mij dus om de andere morgen ten 10 uren voor de achtbare magistraatspersoon te verschijnen. Die morgen, weder met het boek in de zak, verscheen ik voor de rechter van het district. Ik werd door hem wel niet zo hoffelijk ontvangen als dit het geval zou geweest zijn bij de Lord-Kanselier of bij de Lord-Opperrechter, maar dat kwam zeker door de minder goede opleiding van die goede rechter en het liet mij onverschillig. Ik steunde op de verordening, ik toonde de artikelen, die waren duidelijk, en dat was mij genoeg. De rechter en de griffier onderhielden zich met mij ten opzichte van de beschuldiging. Gedurende dit onderhoud kwam het duidelijk voor de dag, dat men mij, veel meer dan de gevangene, beschouwde als iemand van een onordelijk en lastig gedrag. Iemand die uit eigen beweging hier last en moeite kwam veroorzaken, iets wat men zeker aan de gevangene niet kon ten laste leggen. De gevangene zag er vrij wat beter uit dan toen ik het genoegen smaakte om met haar in kennis te komen en had zich opgeschikt met een witte boezelaar en een strohoedje. Zij kwam mij voor als een oudere zuster van Roodkapje, en ik was in hare ogen wellicht als de vervaarlijke wolf, die eindelijk Roodkapje ophapte. De rechter betwijfelde of de zaak voor vervolging vatbaar was. Zoiets was nog nooit voorgebracht. Ik betreurde dat die gevallen niet telkens voorgebracht werden en zei dat ik alles doen zou, wat in mijn vermogen was, dat dit voortaan gebeuren zou. Ik hield vol dat er geen twijfel kon bestaan omtrent de strafbaarheid. Ik beriep mij op de verordening en toonde de artikelen. De beschuldiging werd dus volgehouden en opnieuw ontstond daarover enige beraadslaging. Daarna werd aan mij de zonderlinge vraag gedaan: wenst u bepaald dat dit meisje naar de gevangenis wordt gezonden? Waarop ik onmiddellijk vrij bars antwoordde: als ik dat niet wilde, zou ik mij toch de moeite niet hebben gegeven om hierheen te komen. Eindelijk liet men mij toe om de eed af te leggen en werd, na mijn uitvoerig verslag omtrent die zo aangename ontmoeting, Witkapje veroordeeld volgens de artikelen van de verordening tot eene boete van 10 shillings of een gevangenisstraf van 10 dagen. De agent, die haar gearresteerd had, deed mij uitgeleide en had er nu veel schik in dat hij haar zo flink had opgebracht en dat hij de oorzaak was van een zo zeer gewichtige beraadslaging en zulk een belangrijke uitspraak. God zegen mij, meneer, zei hij tot mij, als zij
naar de gevangenis moet, zal het voor haar geen nieuwtje zijn. Zij komt uit Charles Street, Drury Lane. De politieagenten zijn over het algemeen zeer geschikte en bruikbare mensen, die ik gaarne de eer wil geven die hen toekomt. Als zij zich meestal vertonen, verzonken in stille beschouwing en lijdelijke verdraagzaamheid, dan is dit het gevolg van de toepassing van een verkeerd stelsel. Dat stelsel is de oorzaak van die afkeurenswaardige gewoonte, maar dat stelsel moet er dan ook de schuld van dragen, en dat is niet uitgedacht door die man in de uniform van politieagent, aangesteld op een traktement van 20 shillings in de week. Hij is gehouden, stipt, de hem gegeven orders op te volgen, en zou gevaar lopen gestraft te worden, zodra hij die macht overschrijdt. Dat het stelsel verkeerd werkt, behoeft geen verder betoog, daar het medegedeelde voorval genoegzaam bewijs oplevert. Als het stelsel goed werkte, dan zou zo'n voorval, als waarvan hier sprake is, tot de onmogelijke moeten behoren. Wie zou willen beweren dat onder een goed stelsel onze straten een schouwspel zouden opleveren, zodanig als wij thans dagelijks onder onze ogen zien opvoeren. Dat het stelsel ook niet deugt ten opzichte van de fielten, blijkt uit het volgende. Het is bekend dat bij alle gelegenheden waar zich eene grote menigte verzamelt, het Engelse volk de gewoonte heeft om zelf politie uit te oefenen. Het is eveneens bekend dat bij al dergelijke vergaderingen een grote eerbied voor de wet en voor orde heerst, en dat men er bepaald op rekenen kan dat iedere onwettigheid of onordelijkheid streng zou worden geweerd. Het volk heeft dus, als het ware, reeds in zichzelf een eigen politiebeheer, maar is desniettegenstaande zeer bereid om aan de eigenlijke politie de eer te laten van het behoorlijke en rustige dat al die verenigingen kenmerkt. Maar wij zijn allen machteloos tegenover de fielten, want wij onderwerpen ons aan de wet en het gezag, en zij leggen het er immer op toe, om die desnoods door kracht en geweld te ontduiken. Verder wordt ons steeds van hoger hand voorgehouden, alsof wij kinderen van een zondagschool zijn, die op een pleziertochtje op koekjes en water en melk worden onthaald, dat wij nooit onze eigen rechters mogen zijn, maar steeds de handhaving onze rechten met vertrouwen aan de over ons gestelde autoriteit moeten overlaten. Het is dus duidelijk dat onze grootste vijand, die voor alle dingen gestraft en vernietigd moest worden, de fielt is. Het is klaar dat hij een van de grootste oorzaken is waarom wij zulk een kostbaar politiebestuur moeten in stand houden. Hij, de fielt, moet dus wel een der eersten zijn waarmee de politie zich bemoeit, want wij anderen weten het over het geheel wel met de politie te vinden, maar de politie behandelt hem op zo onvoldoende en zo ongerijmde wijze, dat hij zich verheugen mag in voortdurend welzijn en voorspoed, en dat hij, ondanks al onze rechtmatige bezwaren, even rustig en even ongehinderd in de straten blijft verschijnen en rondlopen, alsof hij in niets verschilt van rustige, eerzame burgers. Einde van hoofdstuk 36. Einde van De reiziger die geen handel drijft, door Charles Dickens.